Door de vele uitdagingen die de huidige economische situatie met zich meebrengt, willen veel ouderen zich registreren om in aanmerking te komen voor de koopkrachtversterking van 1800 SRD van de overheid. Shirley Ongakwi Abendanon, secretaris van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst, BBGO, benadrukt in gesprek met onze nieuwsdienst dat veel ouderen niet kunnen voldoen aan de eisen om in aanmerking te komen voor de koopkrachtversterking. Een van de dingen is bijvoorbeeld, met we hadden het erover, is bijvoorbeeld substantie overleggen van een EBS en een SEM-rekening. Mm-hmm. Wat je vaak krijgt, is dat de verhuurder die dingen op zijn of haar naam moet staan. Ze geven wel dus door een of ander klantnummer aan de mensen die daar wonen. De mensen gaan het inderdaad zelf betalen. Maar dat ding staat op naam van de verhuurder. Of soms van een kind. Ja. Dus die mensen aan die dingen niet kunnen overleggen. Ik vraag me af wat sociale zaken in zo'n geval doet. En ze zouden dan met sociale zaken moeten gaan om dit uit te leggen. Van kijk, ik betaal het zelf. Alleen staat die kwitantie niet op hun naam. En al dat soort vrienden. Kijk, BBGO kan in deze gevallen niets doen. Wat gaan we kunnen doen om, ja, om aan een kwitantie te komen op de naam van die mensen staat? We kunnen dat niet. Dus die mensen hebben het echt, en de klacht hebben het echt heel erg moeilijk. Dus ik weet niet of die 1800 voldoende is hoor, om de mensen eigenlijk uit de pinari te helpen. Ik denk het niet. Ongakwi brengt in herinnering dat veel van deze oudere mensen niet hebben gewerkt in hun leven. De groep van huisvrouwen is groot en afhankelijk van de Algemene Oude Dagsvoorziening, AOV. De BBGO-secretaris zegt dat zowel de ouderen die afhankelijk zijn van AOV als degenen uit de overheidsdienst het nu zeer moeilijk hebben. Het geld dat ze ontvangen is niet toereikend, vooral niet hoe zij zelf moeten betalen voor bijna alle operaties en medicatie. Het is heel, heel moeilijk voor de ouderen vandaag. En dan praten we nog niet eens over de prijzen in de winkel. We zeggen de ouderen moeten zich heel goed voeden. Maar ik denk dat die mensen daartoe in staat zijn om echt alles te kopen wat ze nodig hebben om, ja, om ze gezond te houden. Dat zijn de klachten die we heel veel krijgen, hoor, de mensen. En we hebben ook nog eens een keer dat voor die ouderen ook nog eens een keer tegen kleinkinderen zorgen. Het is ook dat systeem in Suriname. Dat kinderen en kleinkinderen bij ze in huis zijn. Dat maken we dus heel veel meer, dat die ouders om echt een lening willen om hun kinderen te helpen. Ja. Mensen hebben het heel, heel erg moeilijk. Ongakwi zegt dat de sociale situatie in Suriname maakt dat vooral de ouderen zich in een moeilijke positie bevinden. Ze geeft ook aan dat de BBGO niet is uitgenodigd om te participeren aan de nationaal dialoog die de president sinds afgelopen zondag voert met diverse maatschappelijke organisaties.